Een hele goede morgen. Liam die is gisteravond nog heel laat wakker geweest. En die was ook wel wat later weer wakker. En nou een lekker flesje. Jordi die slaapt nog. Die slimmerik. Lag met zijn hoofd onder de dekens. Maar die slaapt nog heerlijk. Die laat ik nog even slapen. Maak max 9 uur wakker. Maar eerst even een flesje geven aan deze grote vent. Even iets anders trouwens. Niels en ik zijn vandaag 9 jaar getrouwd. Dus een klein feestje. Nou, dat waren mango, peer en kiwi. Inmiddels hebben ze het al op. En dus is deze kleine chagrijn moe. En is hij lekker met de Mickey Mouse aan het knuffelen. Dan moet je straks ook een keer doorslapen, ventje. Ja, moet je doorslapen. Zo lekker aan Mickey, hè? Zeg Mickey, oh lekker knuffelen met Mickey. Jordi is even een filmpje aan het kijken. Die heeft net de boel ook alweer helemaal vol gepoept. Dus daar ben ik ook blij om. En ze hebben allebei hetzelfde. Als ze hartstikke moe zijn, dan krijgen ze de lachkik. Dan krijg je de lachkik. Liam, waar ben jij? Lili, waar ben je dan? Kiekeboe! Er is iemand wakker. Gelijk lachen, hè? Heb je lekker geslapen? Je hebt je knuffeltje meegenomen. Had ik niet gezien, die had hij vast. Ja. Zeg maar hallo allemaal. Ik ben weer op. En er komt gelijk een boefje aan. Joef. Joef. Nee, Joef. Goed, duw hem maar weg. Joef. Nee. Je bent wel lief. Luister even. Meneertje, je hoeft niet de ogen eruit te halen. Joef, dit is niet de bedoeling, hè? Nee. Eraf. Joef, eraf. Eraf. Ik heb net lekker met kindjes gedoucht. Dus die zijn weer lekker frips en fruitig aan hun bibs. Niels die is op Liam aan het letten. En moe, volgens mij. Ik ben ondertussen frietjes aan het bakken. Ik had de frietpan schoongemaakt. Ik zeg tegen Niels, dan eten wij wel frietjes. Want de kindjes hebben al gegeten. Die hebben hutspot uit de vriezer gehad. Die ik had gemaakt. En ik heb van Niels, heb ik een mooie bos bloemen gekregen. En er zitten 9 roosjes in. Omdat, ja, we zijn 9 jaar getrouwd vandaag, hè. Wanneer krijg ik bloemen van jou? Op onze trouwdag. Verder krijg ik nooit bloemen, toch? Nee. Dus ik heb bij de bloemmis gezegd van tot volgend jaar. Als ik bloemen wil, moet ik ze zelf maar kopen. Maar 1 keer per jaar krijg ik ze. En dat is dan vandaag. Dat maakt ze extra speciaal, hè? Wat zeg je? Dat maakt ze extra speciaal. Dat ik bloemen krijg. Ja. Ik krijg nooit bloemen. Niet dat ik ze
elke week wil of zo hoor. Absoluut niet. Maar dit maakt het natuurlijk dan wel speciaal. Dus die doe ik straks als kindjes. Waar heb je niet zoveel goed te maken? Oh. Maar straks als de kindjes naar bed zijn, dan ga ik eventjes de bloemetjes doen. En hier eventjes nog opruimen en stofzuigen en dweilen. Dan is het weer allemaal netjes. En dan is het voor ons ook dadelijk een keer weer tijd om naar bed te gaan. Maar straks gaat eerst Joef nog eventjes in bad. Bij de hondentrimster. Zoals ik al eerder had gemeld vandaag, zijn we vandaag 9 jaar getrouwd. Met meneer Slaapkop. Ja. Ik heb... Liam. Ja, Niels, geef een ander de schuld. Mm-hmm. Ik heb van mijn ouders heb ik een mooie bosje bloemen gekregen. Niels natuurlijk ook. Maar hè, ik moet er heel de dag naar kijken. Mooi bosje, hè? En nu, moment suprême. Want ik heb van meneer Slaapkop heb ik ook een bosje bloemen gekregen. En die heb ik ook in een vaas gezet. En dat is deze. Met 9 roosjes. Dus ja, ik ben weer verwend. We hebben weer wat om naar te kijken natuurlijk. Nu ga ik nog heel eventjes verder opruimen. En eventjes denk ik stofzuigen en de dwel er doorheen halen. En dan morgen weer een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een hele goede morgen. Liam die is al lekker aan het rondhuppelen. Ja. Oh, mama gaat het beeld weg. Het is mijn tijd. Oké. En deze kleine preggel, die is lekker aan het spelen. Liam die heeft net ook in de box gelegen, maar het kwam er allemaal uit. Dus ik heb hem even daar weer ingezet. Zodat hij in ieder geval eventjes ja, alles nog goed kon laten zakken. Dat lijkt me ook niet echt prettig namelijk. Dadelijk tijd voor het fruitje natuurlijk. Ik moet ondertussen even nadenken. Ik heb 110 dingen in mijn hoofd zitten. Want als jullie dit kijken, dan zijn als het goed is, als het allemaal goed gaat, de kindjes naar mijn ouders toe. Hebben mijn ouders ze opgehaald. En mocht er niks apart zijn natuurlijk. Want als er aan mijn vader en moeders kant een verkoudheid is, of hier een verkoudheid is, dan zeggen we het alsnog af. Maar tot nu toe is er allemaal niks aan de hand. Dus dat is allemaal goed. Dus ik ga ervan uit dat dat gewoon prima gaat. Maar die zijn dan een weekendje bij mijn ouders. Zodat ik heel eventjes de dingetjes hier in huis nog kan doen. En ja, nou, dat soort dingen. Ik moet ook even naar de kapper nog. Want... ja, het is een beetje lang aan het worden. Ik kan er nog wel dingetjes mee hoor, wat ik wil. Maar het is niet meer... ja, ik vind het niet meer fijn. En ik had het bij zowel Jordi als bij Liam. Zo'n dik haar in mijn zwangerschap heb ik nu weer hoor. Want het was allemaal aan het uitvallen gegaan. En er zit weer allemaal nieuw haar. En daar kun je gewoon niet zoveel mee. Dus je hebt continu eigenlijk dat je kleine plukjes overal ziet. Dus het moet gewoon nog een keer kort geknipt worden. En eventjes uitgedund, want ik heb echt, echt dik haar. Dat had ik ook bij Liam, had ik ook bij Jordi. En zodra ik 4-5 maanden daarna, zeg maar, naar de bevalling, dan viel alles uit, had ik in één keer niks meer. Of ja, natuurlijk, er zit wel haar op je hoofd, maar hè. Dus, ja, dat dus. En Niels die gaat van het weekend de trap uitzagen. En ja, dus we hebben gewoon dingetjes te doen en dan hoef ik niet helemaal alles in mijn uppie te doen. Dus nemen mijn ouders die taak even over en ze vinden het ook leuk bij mijn ouders, dus dat is alleen maar mooi. Dus maar goed, ik ga eventjes verder hier en ja, ik vind het nog steeds leuk. Bloemetjes staat op tafel, ja, weer eens wat anders.
En ja, Joef de Boef die is gisteren dus gewassen, dus die ruikt ook nog steeds frips en fruitig. En ja. Dus, ik ga even verder zo'n fruitje maken voor de kindjes. Oh, wat is er dan? Hij kan niet de mat op, dat lukt hem nou niet. Omdat die mat is op dat punt iets hoger. Maar ja, moet hij maar leren. Nou, ik ga in ieder geval verder, want ik ben er weer te lang mee bezig. We zijn lekker fruitje aan het eten. Hè? Jordi ook. Ja, Liam, jij krijgt ook jouw fruit. Jij krijgt ook fruitje. Ah, en ze hebben een appeltje en een peertje. En nog een appeltje. Appakee. Appakee. Zo. Hoppakee. Ja, Jordi, jij krijgt ook weer. Het verschil met het hapje van Jordi en van Liam is, Jordi heeft grover de koek erin zitten. En Liam heeft het wat fijner erin zitten. Dat is het verschil. Deze grote vent is ook wakker. Heeft al zijn ranjaatje op, is lekker koekje aan het eten. En ik ben ondertussen bezig met het eten. We eten vandaag pilaf. Voor de mensen die niet weten wat dat is eigenlijk feitelijk rode saus. En dan eten we met rijst, met een perzik. Heel simpel, niet te moeilijk. Daar ben ik nu aan het maken. Je kan eigenlijk in pilaf kun je van alles doen hoor. Bij mij zit er prei, paprika, champignons, ui in. Er komen dadelijk ertjes in. Er zitten tomatenblokjes in. Perzik dan. Tomatenpuree. En bij mij gaat er een mix voor macaroni stroken of saus in. En dat is het eigenlijk al. Dus, niet zo heel moeilijk. Maar goed, dan ga ik heel even verder maken. En dan hebben we eten in ieder geval zover klaar. Want het moet nog even pruttelen. Dus daar ga ik even mee verder. Alles zit nu in één pan. Is lekker aan het koken. Dit is trouwens niet, waarschijnlijk niet zeg maar een officieel recept van de pilaf. Maar dit is gewoon een versie die ik ooit heb geleerd. En van een vriend van mijn ouders. En ja, wij vinden het gewoon lekker. En ja, er zullen wel heel veel variaties van zijn of zo, of net wat. Maar dit is gewoon hoe ik het maak. En we vinden het allemaal super lekker hier. Het ziet er zo uit. En zo dadelijk komt er nog een pot perziken bij. Of ja, de perziken en dan een beetje sap van de perziken. En dan smullen maar. Of ja, smullen maar. Eventjes wachten op Niels en de rijst koken natuurlijk. Maar dan kunnen we eten. Weet je wat ook het hele ding is? Koken is gewoon je eigen fantasie bepalen. En je kan alles zo lekker en zo vies maken als dat je zelf eigenlijk wil. En tot nu toe moet ik zeggen, ik heb nog nooit iets gehad wat vies was. Altijd is alles wel gelukt. Maar ja, het ding is een beetje dat je gewoon je eigen fantasie in eten moet stoppen. En ik moet zeggen, bij mij in huizen wel tevreden vinden ze het altijd allemaal wel prima. Dus. Voordat ik aan mijn reis ga beginnen, heb ik nog entertainment hier. Komt ie aan hoor? Ja, lukt het niet. Ja, kom dan. Kom dan. Kom dan.
Hij zet hem in zijn achteruit. Liam. Liam. Hallo. Waarom doe je dat nou? Hallo. Hallo. Liam. Hij zit ondertussen televisie te kijken. Ik ben Ranking the Stars aan het terugkijken ondertussen. Dat doet hij dus iedere keer. En dan ineens komt hij aan en schreeuwen. Tete. Doei. Gaat hij eens achteruit. Zou eigenlijk van die piepertjes op moeten. Piep, 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 piep. Wil je lekker oefenen? Ben je aan het oefenen? Ja. Ben je aan het oefenen? Ja, goed zo. De jongens liggen lekker te slapen. Na het eten ben ik was gaan vouwen en was klaar gaan leggen en uitzoeken wat ik nog moest uitwassen en alles voor die kinderen. En toen op een gegeven moment is Liam naar bed gegaan, Jordi naar bed gegaan. Het is eigenlijk best goed gegaan tot nu toe. Ja. Hè? Zonder gezeur, zonder gezeik. Dus dat is alleen maar positief. Maar wij gaan zo ook lekker naar bed. En morgen gaan de kindjes naar opa en oma. Yes. En ja, dat was het eigenlijk wat ik wou melden. Gaan wij deze ups en dan afsluiten. Kan ik dit stukje editen? Dat heb ik ook nog gedaan, geëdit. Willem. En ik heb Joef nog uitgelaten. Oh ja, moet je applaus nou? Ja. Oh. Hou even mijn telefoon vast. Nee. Oh, dan zal ik zo dadelijk, als we klaar zijn met filmen, zal ik even applaus geven. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.